Wanneer we spreken over de risico's voor het publiek, maken we onderscheid tussen gevaarlijke situaties buiten het bouwterrein, zoals bijvoorbeeld vallende voorwerpen uit een hijskraan, en gevaren voor onbevoegde personen op het bouwterrein. Eerste puntje, veiligheid. Als beheerder van het bouwterrein zal de hoofdaannemer samen met alle bouwplaatsmedewerkers de veiligheid in goede banen moeten leiden. Parkeer je voertuig altijd op de daarvoor bestemde plaats, zodat hinder voor anderen voorkomen wordt.